mensen, welkom terug bij een nieuwe Sims 3 nieuwe video dingetje geval op mijn kanaal. Ik ben Melvin, ik hoor een awesome. En ik heb echt super veel zin in deze nieuwe tweede aflevering van de Sims 3. Ik heb al een beetje gekeken naar mijn huis, zoals jullie kunnen zien. Maar ik heb een optie aangezet die ik super handig vind bij dit spel. En dat is dat je kan zien door de muren. En het tweede wat ik wil zeggen is dat ik godsam helemaal geen meubels heb. Ik begrijp niet hoe dat kan, want ik weet zeker dat ik had gekozen dat het huis gemeubileerd zou zijn. En dat is het dus godsam en niet. Dus moeten wij zometeen eerst maar in de bouwmodus nieuwe dingen gaan kopen. Want ja, zo wil ik niet leven. Ik wil wel even een fatsoenlijk bed hebben. Want hij doet ook helemaal geen ene flikker. En voor mij kan je hier ergens zien hoe je sim zich voelt. Ik weet niet meer precies. Dat kan voor mij hier ergens. Is voor mij ook allemaal even zien hoe het allemaal moet. Oh ja, kijk, hier kunnen we dat zien. We kunnen dus honger, blazen, energie, plezier, hygiëne en sociaal kunnen we allemaal bijhouden. En laten we hem eerst maar... Nee, we moeten hem niet laten lopen. We moeten eerst inrichten. Dus het wordt een aflevering waarin Melvin zijn huis gaat inrichten. En waarin ik... laat zien wat ik nou misschien wel een beetje mooi vind om zo neer te zetten. Dus laten we maar eens kijken van wat wij van onze woonkamer en wat wij van onze slaapkamer gaan maken. We hebben hier mijn slaapkamer, of ik ga er gewoon vanuit dat dit mijn slaapkamer is. Dus we gaan lekker eerst een heel mooi, simpel, lekker bed uitkiezen. Is dit een beetje een chill bed? Dit is voor mij wel een chill bed. Ik hoef geen tweepersoonsbed en het hoeft voor mij ook niet te duur. We doen lekker het kleine koperende bed. Wat voor kleuren? Nou, dit vind ik wel heel mooi. Zullen we deze hier zo neerzetten? We gaan hem hier zo neerzetten. En heeft Melvin een bed? En Melvin kan nu slapen. Zo, dat was genoeg bouwmodus voor vandaag. We gaan nu lekker spelen. Melvin die kan slapen, dus het is meer dan genoeg. Nee joh, grapje, dus dat meen ik helemaal niet. Wat een leuk grapje, Melvin. Nee, die humor slaat helemaal nergens op. Je bent er weer lekker recht. Wat heb je een leuke humor, Melvin? Oh mijn god, we gaan allemaal stuk, moet je maar even zeggen in de reacties. Want dat is gewoon zo... Oh nee, Melvin, je moet even serieus gaan bouwen, Melvin. Je hebt al een bed geplaatst, dat is al heel wat. Maar er moet natuurlijk ook een kledingkast misschien komen. Dat is dan nog niet heel erg belangrijk. Maar wat is nou wel even heel erg belangrijk? Dat in een slaapkamer moet komen. Ik denk dat ik toch wel een bureau / studeerkamer moet gaan hebben. En wat voor bureau zullen wij even neerpleuren? Het bureau moderne van Gorog en Zonen. Zullen we deze hier zo neerzetten? Ik vind het trouwens een mooi modern bureau. En deze gaan we hier gewoon neerzetten. Moet er ook nog een bureaustoel bij? Nou, pleuren we even een hele simpele bureaustoel neer. Want deze hoeft echt niet te duur. Is dit een mooi bureaustoel? Die ziet er redelijk uit. Is er ook nog in andere kleuren beschikbaar? Een mooie. Deze doen we gewoon. Moet je kijken hier. Dat past allemaal perfect bij elkaar. Bureaustoel, bureautje erbij. Nou, misschien even kijken hoe duur een computertje is. Ik wil wel een computertje hebben. En ik 800 euro zo die kopen. Ik denk dat de computer wel heel handig is in het spel. We kopen gewoon een computer. Ja, YOLO! We hebben een computer gekocht. We hebben een computer. En ja, ik denk dat dit wel de slaapkamer is. Er hoeft niet zoveel te staan eerst. En we hebben ook nog maar 4.752.000 simoleon dollar dingetje over. En we... ik denk dat we toch wel een beetje zuinig moeten gaan leven. Want eten en alles kost geld. En de stroom en al die kutrekeningen ook. En ik zie dat hier ook een krant ligt. Ik snap niet hoe die krant daar komt. Of wacht. Voor mij komt er altijd zo'n mannetje met een krant, of niet? Oh mijn god, ja, dat is ook zo. Nu weet ik het weer. Maar super vet allemaal. Nee, maar even serieus. Zo ziet het er toch wel uit, mijn slaapkamer. Ja, dit is perfect. Misschien nog even een tv'tje pleuren of zo. Met een bankje erbij. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te doen. Wat voor bank zullen we even doen? Het hoeft ook niet allemaal te duur te zijn. Een simpele 2-sits bank. Wat is... of 3-sits misschien? Nee, zullen we gewoon deze doen? De platonische 2-sitter. De platonische 2. Die ziet er niet uit. Andere kleur. Gadverdamme. Hoe duur is deze? Is 450. Zo, gewoon een knuffelaar 2-sitsbank doen. We doen een knuffelaar 2-sitsbank. Wie wil er nou geen knuffelaar 2-sitsbank hebben? Even serieus, mensen. Een knuffelaar 2-sitsbank. Kleur groen. Zullen we in een kleur groen doen? Nee, geen kleur groen. Ik ga alleen... ja, ik ga lekker voor, gewoon voor deze blauwe. Waar zullen we hem neerzetten? Hoe gaan we dit doen? Misschien als we hem even draaien. Hoe kunnen we dit draaien? Hoe draai je ook alweer je objecten? Hoe doe je dat ook alweer? Nee. Huh? Rotate. Nee, kut. Hoe... nee, dat meen je niet. Hoe roteer je ook alweer je objecten? Oh, zo ja. Oh, ja, nu weet ik het weer. Die moeten indrukken, dan kan je zo roteren. Kijk. En hebben we daar een bankje staan. Hupsakee, misschien nog even een tv'tje neerzetten. Wat voor tv zullen we doen? We doen wel gewoon de goedkoopste tv. Want, zoals ik al zei, we moeten zuinig aandoen. Zullen we die hier zo neerzetten? Hier zetten we hem zo neer. Tv'tje daar. Hupsakee, ik kan Melvin tv kijken. Nou, dit ziet er toch hartstikke mooi uit. We hebben ook nog 4000 euro over. Nou, misschien nog even een bloemetje ergens neerpleuren. Dat is ook altijd wel leuk. Een bloemetje, een bonsaiboompje op mijn bureau. Dat vind ik wel vet. Hupsakee, een bonsaiboompje daar.
neergepleurd. Misschien nog wat zonnebloemen hier ergens in de hoek. Ik weet niet waar. Zullen we daar zonnebloemen neerzetten? Ja. Melvin en ik, mooie zonnebloemen daar. Nou, dit is mijn huis. Ik vind het er al super mooi uitzien. Het is niet te veel. Het is ook niet te moeilijk doen. Het is gewoon een lekkere simpele inrichting. En nu kunnen we weer terug naar de leefmodus. En kunnen wij gaan kijken wat Melvin allemaal gaat doen. Hij heeft trouwens voor mij wel een beetje zin in wat. Want hij denkt aan eten. En ik hoef niet meer te weten over mijn Sims. We gaan gewoon lekker naar binnen toe. Ben benieuwd wat Melvin allemaal gaat uitspoken. Waar hij zin in heeft. En die deur. Waarom heeft dat een rood kozijn? Dat ziet er niet uit. Echt waar. Waarom een fucking rood kozijn, man? Bonabi Pantsong. Wat? Bomini Pantsong. Bomini Tantsong. Nee, serieus. Melvin die staat hier nu. En ik denk dat Melvin het meeste is. Het allereerste dat je moet doen in The Sims 3 is op zoek naar een. Hoe noem je dat? Een baan zoeken. Dat is het. Dus we moeten maar eens een baan gaan zoeken. Voor mij had ik als. Ja, hier zat mijn levenswens. Dat is een astronaut worden. En ik wil in het echt ook een astronaut worden. Dat lijkt me gewoon super awesome. En ik hoef niet al deze kuttips te krijgen. Ga alsjeblieft weg met je kuttips. En we gaan lekker kijken hoe Melvin het op de computer er vanaf brengt. Oké. We kunnen nu bij beschikbare banen kiezen. Beschikbare banen. We hebben dus de wetenschap. Daar kunnen we een proefkonijn zijn. En dat is 44 simoleon dollars per uur. Dan hebben we nog een podiumpoetser. Een muziek. Een journalistiek. Een leger. En een professionele sportcarrière. Nou, ik hoef geen. We gaan voor de wetenschap. Ik weet het zeker. We gaan voor de wetenschap. We moeten 1, 2, 3, 4, 5 dagen in de week werken. De wetenschap draait om het. Om ontegenzegelijke waarheden. En respect voor de natuur. Met kennis over tuinieren en zinzicht in vissen. Kun je ver komen in het. Kennis over tuinieren en inzicht in vissen. Waarom moet je motherfucking inzicht in vissen hebben? Wil je verder komen in het laboratorium? Dat begrijp ik niet. Ikzelfde dat ik de vorige aflevering niet begreep. Dat was toen met het avondkleding. En jullie hebben me echt uit de brand geholpen. En ik toen ik erover nadacht, dacht ik van... Melvin, dat is toch ook gewoon fucking logisch. Want avondkleding, ja, dat draag je als je bijvoorbeeld uitgaat... of als je uit eten gaat of zo. Maar dan snap ik niet waarom ze het uit avondeten noemen... en niet netjes kleren of zoiets. Avondkleding, dan denk ik echt gelijk aan de avond. En dat draag je niet overdag. En dat is alleen maar puur in de avond wanneer je dat draagt. En ja, dat vond ik heel logisch. Dus jullie hebben mij daar heel erg bij geholpen. Maar we worden dus de wetenschappelijke opleiding ding doen. Dit zijn trouwens ook allemaal dingen die je kan doen. Een feest geven heeft Melvin zin in. Een carrière leger opstarten. Een vaardigheid atletisch atleren. En lessen volgen in vaardigheid atletisch. Nou, Melvin zit nog steeds achter zijn computer. Melvin mag voor mij wel opstaan. Ga jij maar even een lekker stukje lopen. Even kijken wat Melvin überhaupt allemaal op zin in heeft. Hij heeft geen plezier. Nou, dat begrijp ik ook wel in zo'n kuthuis. Nee, we hebben zonnebloemen. We kunnen wel even kijken. Wat? Hij heeft van mij binnenpretjes. Melvin heeft binnenpretjes. Oh mijn god, zag je dat, Melvin er binnen? We kunnen in tv kijken. Zullen we een keer... Ik wil tv kijken. Melvin, ga maar tv kijken. Melvin, ga tv kijken. TV kijken, zeg ik. Goed zo. Maar je denkt ook aan een cd'tje of zoiets. Dus misschien dat ik even een filmpje kan pakken of zoiets. TV kijken. We gaan lekker tv kijken. Wat is er op tv? Wat hebben we hier op tv? Voor mij kunnen we hier ook koken bijvoorbeeld leren of zoiets. Sportwereld. Gaan we dan ook... Oh ja, dan kon je voor mij trainen. Ja, kracht trainen. Dit vind ik zo grappig. En dan moet je het op snel voor uitspoelen. En dan staat hij als een mogol voor die tv te dansen. Dat is echt fucking grappig. Moet je zo meteen maar even opletten. Ik weet, misschien als je wel een Sims serie volgt of iets. Maar moet je maar opletten, oké. Okay. Daar gaat hij hoor. Daar gaat Melvin. Moet je kijken. En nu op snel vooruitspelen. Moet je dat zien dan? Ik ga het nadoen. En dan echt op heel snel. En dan gaan we meedoen. Oh kut, dieve zooi. Oh shit, dat was iets te overdreven. Maar moet je dat zien hoe snel hij beweegt, man? Dat is toch... We gaan meedoen. We gaan meedoen. Hupsakee. Lekker Melvin. Dit gaat goed. Nou, hij krijgt zelf ook nog een keer beweging. Jullie zien mijn hoofd niet meer, maar dat is dikke jolle in mijn reet en mijn vinger. We gaan even trainen, want we moeten sowieso in een atletisch ding trainen. En godsamme, je wordt er serieus moe van. Godsamme, man. Waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik de Sims? Waarom doe ik hier überhaupt aan mee, man? Hij moet het doen, ik niet. En dan sta ik hier op mijn kamer zo te springen. Waarom doe ik dit? Ik begrijp mezelf soms ook niet meer. Maar even serieus, Melvin, je kan het. Je bent bijna level hoog. Oh, nu gaan we ook nog zo doen. Zo, wat een workout, jongen. Nou, dat vind ik ook alweer genoeg van vandaag. Melvin, stop maar. Je hebt genoeg getraind. Trainen tot vermoeid. Hygiëne van hem is ook helemaal naar de tyfus. Mijn hygiëne is ook helemaal naar de tyfus.
Maar astma, nee, ik heb trouwens wel astma, maar niet dat ik er heel veel last van heb, maar... Godsamme mensen, jezus. Je moest zelf ook eens een keer meedoen met dit, want dat is toch wel... Dit is nou wel het voorbeeld van gamen. En je moet even gaan douchen, Melvin. Echt, als je gamet en dan meedoet, oh mijn god, Melvin is naakt. Oeh, Melvin is naakt. Oeh, check dat, Melvin is naakt. Oeh, hij doucht even lekker, nou, dat vind ik terecht. Maar even serieus. Dit is toch wel een voorbeeld wat je met gamen kan doen. Je moet gewoon, als je gamet en hij doet iets, dan moet je gewoon nadoen. Ja, ik ga er niet douchen en dat ga ik filmen voor jullie, ik ben niet gek mee, maar... Dat je dan toch een beetje nog beweegt terwijl je gamet, dat is toch slim? Dat is heel slim. Dat is hetzelfde met die Oculus Rift en met die dingen van Razer of zoiets. Ik weet niet hoe die heten. Dat zijn twee van die, ik noem het van die nunchucks van de Wii gewoon. Dat zijn die nunchucks, dan heb je twee van die dingen en dan die volg je handbewegingen. En dan kan je met die, hoe noem je dat ding? Ik zei het net nog. Oculus Rift, dat is zo'n virtual reality helm, waar twee schermpjes in zitten en dan kan je alles 3D bekijken. Dat is super vet, lijkt me ook een keer super vet om mee te spelen, maar helaas is dat ding alle jezus duur. En dat wordt hem dus helaas van mij niet. Maar dat lijkt me wel super leuk om een keer mee te spelen en dan ook met die dingen erbij. Dan heb je al een soort van dat je meer beweegt tijdens het gamen. En ook zijn ze steeds meer bezig met echt, hoe noem je dat? Dat je, ik ben echt buiten adem, dat is niet best. Maar nee, dat je echt bezig bent met, dat ze bezig zijn met heel veel van die virtuele reality dingen. Ze hebben bijvoorbeeld ook dingen gemaakt waarin je dan een compleet kostuum draagt. En dat je dan echt rond moet lopen op een bepaald ding. En dan heb je als het ware een first person shooter die dan echt om je heen is. En dat is allemaal super vet en dan beweeg je ook nog eens tijdens het gamen. Dus dat is eigenlijk twee vliegen in één klap. En hij heeft trouwens echt heel veel binnenpretjes, die Melvin. En dan is hij niet eens ongesteld met een tampon met jeugdpoeder. Laten we maar even wat gaan eten, dacht ik zo. Wat zullen we even gaan eten? Misschien even het is 5 uur. We moeten maar even macaroni met kaas eten. Macaroni met kaas. Wie willen nou niet macaroni met kaas? Nou, in het echt vind ik macaroni niet super lekker. Maar in de Sims kan het wel een keertje. Macaroni met kaas gaan wij heerlijk even bereiden. Moet je eens kijken, hij pakt gewoon een compleet dienblad uit de koelkast. En opeens is het dienblad... Nou, dat moet ik in het echt ook hebben. Ik moet in het echt ook een dienblad hebben die... Oh mijn god, man, dit is toch best. Dit moet ik in het echt ook hebben. Een dienblad dat opeens in een snijplank verandert. Een stuk kaas dat opeens in 3 stukken kaas verandert. Opeens haalt hij ergens een bakje vandaan. En melk dat erin gaat, terwijl de inhoud niet meer wordt. En... Opeens een compleet dienblad erin. Oh mijn god, man. Dat moet ik in het... Waarom is het mijn leven nou niet zo makkelijk als dit, hè? Nou, op zich is dat wat hij net voor de tv deed... Was wel een beetje... Niet makkelijk. Dat was gewoon... Ja, het was wel makkelijk, maar... dat hou je echt niet een hele tijd vol, hoor. Echt waar. Maar... Het is sowieso zondag en een zondag is een rustdag. En dan ga je niet zo eigenlijk voor de tv staan. Nee, eigenlijk niet. Maar even serieus... Ik vind het een leuk concept dat dansen op de tv, dat Goedemorgen Nederland, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is met allemaal van die bejaarde mensjes die dan bij zo'n vrouw staan en die doen haar daarna. En dan gaan ze op het trappetje lopen en dan moeten ze en 1 en 2 en 3 en voor en achter en voor en achter. En dan, dat slaat werkelijk helemaal nergens. Ja, op zich, ik vind het een leuk initiatief, maar je staat toch voor lul als je zo in de woonkamer staat. Dat is hetzelfde met een Kinect of zo. Echt waar, als je Kinect hebt, en ik denk dat een heleboel van jullie die Kinect hebben in de woonkamer, dat die de gordijnen dicht doen, al helemaal als je in een drukke straat loopt. Want mensen die kunnen wel denken, wat doen die er nou in huis? Dan sta je er als je mijn gol zo te bukken en zo, en dan ga je weer zoiets doen of zoiets, weet ik veel wat je met Kinect moet doen. Nou, dan sta je voor lul. Ja, dan sta je toch wel voor lul. Laat ik maar even eerlijk zijn. Dat heb ik ook een keer bij een vriend van mij graag in een Kinect doen. Hij woont niet in zo'n drukke straat, maar nee, het heeft voor mij ook niet de rolgordijn ding dicht gedaan. Maar ik zou dat wel doen als ik een, hoe noem je zo'n ding had? Een Kinect. Hetzelfde met de Wii. Ik heb wel een keer iemand gezien, die stond in een woonkamer. Fanatiek de Wii. Nou, dan lach je wel even hoor, hoe die mensen dan soms staan. Dan staan ze helemaal zo met die Wii-controller, jongen. En dan vliegt de Wii-controller weer uit de hand. Nee, dat was niet waar, maar ik heb dat serieus een keer gezien. En het sloeg enigszins helemaal nergens op. En dat was gewoon ook grappig om te zien. Maar, ik zie alweer dat het fucking laat is in deze dag. Op mijn allereerste week, op mijn allereerste dag.
Ik heb trouwens ook ingesteld dat het leven van die kerel echt heel lang duurt. Want niet dat je dan 3 dagen en dan ben je opeens al een volwassene. Nee, het duurt echt serieus heel lang. En ik ben ook benieuwd of jullie dit superleuk vinden. En zo te zien bij de allereerste aflevering wel. Want we hebben een motherfucking 133 likes al op die video. En dat zijn dus super duper echt wauw, echt onwijs veel. En dat vind ik superleuk, super geld, super lekker om te krijgen. En daar wil ik jullie allemaal even heel erg voor bedanken. En... oh, we gaan opeens weer kijken voor banen. Waarom gaan we opeens kijken voor banen? Ik wil helemaal niet banen. Ik wil helemaal geen banen. Nou, dan leggen we de krant maar weer weg, joh. Dan gooi hem wel even weg, hè, die krant. Of nee, dan doet hij hem in zijn zak of zoiets. Waar kan dat ook weer kijken? Waar staat dat ook alweer? Hier. Die moeten we maar even recyclen. Dat is hem. Dan gooien we hem even weg in de prullenbak en dan recyclen we onze krant. En daarna moeten we denk maar even op tijd gaan slapen. Want na die workout van net. Oh mijn fucking god. Dat is ik denk niet goed geweest van mijn vriend Melvin. En hij is vermoeid, zie? Hij is vermoeid. Geen effect op humor. En brandschoon. Geniet van een persoonlijke hygiëne. Maar wat is brandschoon? Wat bedoelt hij daarmee? Moet ik dan nog een keer gaan douchen of zo? Dat gaat wel een boel water kosten als ik brandschoon moet zijn. Ga je 3 keer douchen achter elkaar voordat je echt helemaal spik en span bent? Nee, niet dat ik douche trouwens 1 keer in de 2 dagen voor de mensen die het interessant vinden. Maar ik denk dat niemand het interessant vindt. Maar toch heb ik het verteld. Het staat helemaal nergens op dat ik dat vertel. Nou, we gaan nou even lekker 1 keer douchen. Kijken of je dat goed vindt. En daarna gaan we pitten, denk ik. Ga maar even lekker slaapje doen. En dan zien jullie mij de volgende ochtend wel weer, denk ik. Want dan eindig ik ook deze allereerste aflevering. Heb je misschien tips van mij hoe ik The Sims 3 voor jullie leuker kan maken? En wil je mij vaker een workout zien doen voor de tv? Dat ik dan mee ga doen met hem. En wil jij misschien dat ik het af en toe sneller doorspoel? Dat ik misschien wat meer edit in deze video's? Laat het achter in de reactie. En voor nu bedank ik jullie dus allemaal voor het kijken. Melvin die gaat lekker slapen, lekker dromen, ik weet niet waarover. De tijd die wordt automatisch vooruitgespoeld, wat dus heel erg chill is. Maar mensen, serieus, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog wordt zeker gewaardeerd. Ik vond het super vet om al die duimpjes omhoog op de vorige video te krijgen. Leuke reactie achter laten beneden. Kom ik zeggen zoals ik net al uitlegde. Abonneren hier beneden, dat kan ook altijd. Dat vind ik ook altijd super leuk om nieuwe abonnees omhoog te verwelkomen. En ja, ik denk dat mijn eindpraatje wel weer mocht wezen. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is... doei mensen en tot morgen in The Sims 3. Ik heb...